Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accounten. Marco en Lianne, welkom bij Uurtje Factuurtje. Superleuk dat jullie er zijn. De primeur voor het eerst met z'n tweetjes te gast bij ons. Willen jullie om te beginnen even voorstellen? Marco, vertel eens iets over jezelf. Nou, hallo, ik ben Marco Verhoef, partner van PV Accountants, oftewel de V van PV Accountants. Ik heb het accountantskantoor samen met een compagnon en acht medewerkers in dienst. Leuk. Ja. Lianne? Ik ben Lianne, ik ben de office manager bij PV Accountants. En uh, doe daarbij uh, ook wat uh, marketing uh, aangelegenheden. Ja, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Het is een beetje een uh, vreemde eend in de bijt, maar uh, we gaan het hebben over marketing voor het accountantskantoor. Dat is weer eens wat anders dan uh, IT en software en uh, vind ik wel leuk eigenlijk een keer ook. Um, kunnen jullie iets meer vertellen, Lianne, over, jij bent met name bezig gegaan met social media. Kun je iets vertellen over hoe dat is ontstaan? Uh, ja, eigenlijk is dat ontstaan door uh, dat we eigenlijk op LinkedIn zagen dat bedrijven ontzettend actief zijn. En dat ik dacht: Goh, misschien kunnen we daar iets mee. Nou, heb ik het met Marco over gehad. Die zag dat eigenlijk ook wel zo. En we hadden zoiets dus van: We gaan gewoon beginnen. En dan, uh, dan gaan we kijken hoe dat zich ontwikkelt. Leuk. Ja. En Marco, wat was het doel ermee? Wat wilde je? Wilde je gewoon zichtbaar zijn? Wilde je dat je vrienden zeiden: Joh, jij doet het goed? Of uh, zat er meer achter? Daar zat meer achter. Uh, natuurlijk wil je als kantoor meer zichtbaar zijn. Want we merkten dat we de laatste jaren. Qua uh, groei van ons kantoor, qua omzet, dat het eigenlijk meer of meer uh, stilstond. Er kwam wat bij, er ging wat af. Dus per saldo gebeurde er niet zoveel. En ik wilde toch nog een laatste, nou ja, of een laatste. Ik wilde eigenlijk graag nog groeien uh, met het kantoor. En uh, ja, dat begint dan met uh, zichtbaar te zijn. Dus uh, ja, wie ben je als kantoor? Waar sta je en uh, hoe uit je dat? En uh, ja, tegenwoordig is, denk ik, social media het medium om daarmee uh, naar buiten te treden. Ja. Want, want hoe kregen jullie voor deze acties zeg maar, nieuwe klanten binnen? Dat was denk ik vaak mond op mond. Jazeker, ja. ja, onze klanten zijn eigenlijk onze ambassadeurs. En daar zijn we eigenlijk groot door geworden. Ja. Uh, en, maar ik kan zeggen, door dat social media verhaal. Uh, nou hebben we een flinke omzet uh, erbij kunnen boeken het eerste kwartaal. Ja, want wil je ons even meenemen vanaf het begin? Of jij misschien Lianne? Want jullie zijn natuurlijk ergens begonnen. Marco zei al eventjes van: hè, wie zijn we dan? Kun je vertellen, wat was het e de eerste stap die jullie hebben gezet? De eerste stap is eigenlijk dat we uh, iemand benaderd hebben van goh, hoe gaan we dit doen? Want we hadden inderdaad een uh, LinkedIn-account al uh, via uh, PV. Maar, en een Twitter-account. Nou, Twitter doen we niet overigens. Um, maar goed, dat is dan de eerste stap. Hè? Zakelijke social media. Dus we hebben iemand in de hand genomen en uh, eigenlijk ons laten informeren van goh, hoe, hoe gaan we dat dan aanvliegen? Waar beginnen we? Nou, dat begon dus met een met een post, zeg maar. Uh, maar goed, dan merk je, ja, dan moet je dat toch een beetje geregeld doen, wil je gezien uh, worden. Dus die heeft ons daar eigenlijk een begeleid. Uh, ook daarmee hebben we een nieuwsbrief uh, uh, opgestart. Dus dat we dat één keer per maand. Hetgeen wat we op social media plaatsen, dat zetten we dan ook nog in een nieuwsbrief uh, aan het einde van de maand. Ja. En uh, ja, uiteindelijk loopt dat en dan denk je, oh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. en uh, Eigenlijk wil je steeds meer. Dus toen ben ik inderdaad een uh, cursus gaan volgen uh, over blogschrijven. Uh, blog nou, dan kom het, verval je ze vanzelf in een contentkalender, want ja, dan ga je steeds geregelder, ga je dingen, uh, wil je posten. En dan voorzien je ook andere dingen. Dus inderdaad dit, uh, magazines waar we uh, in ja, komen te staan met een artikel. Ja, en eigenlijk breidt het zich zo uit. Dus nu hebben we een contentkalender en weten we eigenlijk het hele jaar wanneer we wat gaan doen. Dat is fijn. Ja. En ik denk dat uh, de luisteraars misschien ook ooit wel de gedachte hebben gehad... van, nou, we moeten iets uh, online gaan plaatsen. En de vraag die altijd komt is, maar wat gaan we erop zetten? Ah, ja, ja, dat ja. is wel grappig, want wat ik me, mij altijd opvalt... en ik volg best wel wat accountskantoren, via, vooral via LinkedIn... maar wat mij opvalt is dat vaak wetwijzigingen of dat ja. soort zaken... Ja, die worden gekopieerd en geplakt, zeg maar, en dan als bijdrage ja. gepost. Ja. En dan, ja, dan zie je dat vier keer onder elkaar, want van verschillende personen, van verschillende kantoren... die zetten dat dan dan al. En dan ja, heeft het nul waarde, denk ik, voor je eigen bedrijf. Het is natuurlijk heel informatief en dat is misschien ook goed. Ja. Maar ja, daar heb je juist nieuwsites voor. Ja. Dus dat valt me altijd heel erg op. Dus ik, ik vind het wel heel, heel leuk dat jullie dit doen. Uh, ja. Maar ja, de, wat, wat, inderdaad, hoe, hoe, hoe die switch te maken... dat, dat ja. lijkt me voor kantoren wel heel lastig. Want... Ja, nou, we, ja, wij hebben dan, als ik daarop in mag haken... Ja. En, uh, uh, wel een mix, zeg maar. Uh, wij kiezen er eigenlijk altijd voor om... Uh, een Informatieve blog, of inderdaad, inderdaad, als er iets van de wet en regelgeving verandert ja. om daar dan toch iets over te schrijven. Omdat het gewoon ja toch belangrijk is dat de mensen dat weten. Niet alleen onze klanten, maar ook andere mensen. Ja. Maar je, je schrijft er dus wel zelf wat over. Want ik denk wat Stefan bedoelt is, oh, dan komt ja. er een nieuwsberichtje en dan wordt dat gewoon gedeeld. Ja. En dan zit er geen karakter of geen visie in. Ja. Maar jullie schrijven er dus wel zelf altijd nog iets over qua ja. tips. Of een, ja, hè, jullie kijken ja. erop. Ja, we hebben inderdaad, altijd uh, een paar. Uh, ja, tips en, en, en trucs, of uh, dat we er echt een verhaal van In onze stijl? Uh, ja, in onze stijl. Uh, ja, uh, ja uh, gewoon uh, actief uh, geschreven. En uh, als het wat langer is, zetten we het ook op de website. Dus dan worden ze ook weer automatisch doorverwezen. Maar we doen dus ook gewoon de leuke dingen. En kijk je achter de schermen. Hebben we nieuwe collega's? Uh, hebben we een ja. nieuwe klant? Uh, dat, dat vinden we dan ook belangrijk. Ook om, het klant, om de klant onder de aandacht te, te brengen. Dus daar vragen we natuurlijk toestemming voor. Maken we even gezellig een gezellige foto. Uh, nou, wat voor stukje tekst uh, mogen we er dan bij uh, zetten? Dus dat je eigenlijk ook introduceert. Ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk nog meer dan alleen maar informatief? Ja, en je hebt het over jullie eigen stijl. Hoe bepaal je nou? Sowieso ben ik benieuwd wat jullie stijl is, hoe je die zelf omschrijft, maar ook hoe bepaal je die nou? Want dat is wel belangrijk dat je niet de ene keer heel formeel bent en de andere keer dat je, dat je heel informeel bent en grapjes loopt te maken. Hoe, hebben, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh. Nou ja, we hebben eigenlijk uh, voorheen was het inderdaad altijd met u. Uh, en en uh, in de brieven is het ook allemaal nog gewoon netjes formeel. Maar op social media is het denk ik toch dat je actief schrijft en dat je uh, ja, toch zorgt dat je een, een goede band met je ja, lezers, uh, klanten krijgt. Dus het is toch wel wat informeler. Ja, ik vind dat wel een interessant punt, want eh, ik doe natuurlijk heel veel marketing en de u en jij discussie dat is mm. altijd een hele grote. En jij zegt: nou, we willen het netjes en formeel houden, um, terwijl je benoemt dat je je gebruikt online om een verbinding te maken. Um, waarom doe je dat dan toch niet in een brief en waarom is dan in jullie oog misschien je wat minder professioneel? Daar ben ik oprecht heel benieuwd naar. Oké, okay, uh, <laughs> nou inderdaad, brieven, en dat is natuurlijk uh, zeker naar klanten toe of naar een belastingdienst, ja, dan heb je gewoon een formele schrijfwijze ja. of een formele manier van communiceren met elkaar. Ja. En uh, social media, dat is veel laagdrempeliger, uh, publiek is heel breed, hè, dus dat is van, uh, wij spreken van, van tieners tot nou, uh, de mid-fifties, uh, zullen we maar eventjes zo zeggen, en ouder. Dus ja, je, je probeert een veel grotere publiek aan te spreken door gewoon uh, informeler uh, op te treden um, op social media berichten. Ja, want ik snap het en naar de belastingdienst, ja, dat, ja, dat, dat kun je ook hier zeggen, maar dat wordt daar waarschijnlijk niet zo op prijs gesteld. Doen jullie het in directe mailtjes naar klanten? Zeggen jullie ook u? Of zeggen jullie je? Je? Nou ja, ligt er ja. een beetje. Ligt er een beetje. De meeste klanten is je. Ja, als, als ik mailtjes uh, schrijf, dan is het als ik ze ken of vaker heb gesproken uh, en ze mij hebben gezegd dat ik mag tutoriëren. Dan is het je. Ja. Maar anders is het voor ja. mij altijd u. Ja. Ja. Ja, maar dat is misschien het dus, verschil tussen ja. jou en mij. Uh, ja. Kijk, uh, ik ben eigenaar van het kantoor. Of mede-eigenaar van het kantoor. En ja, de, de klantenportefeuille is verdeeld tussen mij en mijn compagnon. Nou ja, en de, die klanten ken je al zo lang. Uh, ja. Wij zijn het eerste aanspreekpunt uh, doorgaans. Uh, behalve voor de dagelijkse gang van zaken. Dus ja, dan... Uh, ach, dan zit al gelijk, gelijk je en jou. Ja. ja, want de reden dat ik het vraag is. Je wil natuurlijk voorkomen dat mensen online een heel ander beeld van je hebben. Dus dat ze denken, hé, dat is een leuke, laagdrempelige partij. En dat ze opeens hele plechtige brieven. Dat gebeurt namelijk in de praktijk nog wel eens. Zo was ik, daar was ik even nieuwsgierig naar. En hoe hebben jullie dat uiteindelijk bepaald? Want die stijl is natuurlijk, je zegt, we hebben gekozen voor je. Zijn jullie een keer bij elkaar gekomen? Om even die luisteraar mee te nemen. Die zegt, nou, we willen hier ook mee aan de slag. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Hebben jullie dat op papier gezet? Of ben je gewoon losgegaan? Uh. Ik denk dat laatste, we zijn gewoon losgegaan. Uh, wij zijn van onszelf al eigenlijk een heel informeel accountantskantoor. Dus uh, het is bij ons niet elke dag uh, jasje, dasje. Uh, dus uh, als mensen gewoon in Spijkerbroek willen komen of uh, met uh, sneakers, uh, dan kan dat. Uh, heb je klantafspraken, dan probeer je, je daarop aan te passen. Uh, en uh, ook dus je kledingstijl. Maar doorgaans zijn wij eigenlijk, dat is wel de bedoeling en wat ik eigenlijk graag wil uitstralen, een laagdrempelig uh, en informeel kantoor. Ja, leuk. En als je het hebt over resultaten. Jij zei al van uh, de omzet is gestegen. Kun je, dat iets, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Iets, iets concreter maken? Wat levert het nou op die uh, de nou ja, moeite? Uh, nee, uh, nee, ja. Dat klinkt leuk. Ja. Ja, dat, dat is zeker zo. Ja. Uh, we zijn denk ik oktober, november vorig jaar begonnen. Uh, en ja, uh, het, het is nog niet eens direct aan te wijzen dat het komt door de social media. Maar we zien wel dat daarna... Eigenlijk een omzetgroei gaat plaatsvinden bij ons kantoor. En ik schat zo in dat we minimaal 15 tot 20% procent, uh, omzetgroei hebben uh, gerealiseerd in het eerste kwartaal, ten opzichte van de jaaromzet van vorig jaar. Zo. Dus dat is best wel veel. Ja. Uh, en tenminste, ik ben daar heel erg tevreden mee. We hadden ook een uh, omzetdoelstelling voor onszelf uh, gesteld voor dit jaar. Nou, die hebben we in het eerste kwartaal hebben die al gehaald in absolute getallen. Zo. Dus uh, alles wat er ja. nu nog ja. uh, zeg maar bijkomt. Omzet laat het ook duidelijk zijn. Omzet ja. op zich is geen doel. Ik wil gewoon groeien met kantoor. We hebben nu kantoor van uh, met z'n negenen ja. en uh, ik wil gewoon uh, nog meer continuïteit uh, kunnen bieden uh, aan onze klanten. Dus dat betekent dat kantoor een omvang ja. moet hebben van minimaal 15 man uh, naar mijn smaak, uh, uh, zonder dat ik ook fulltime manager ga worden, want ik wil wel in contact blijven met mijn klant. Van, dat is uiteindelijk ja, je het... werk blijven doen. Ja, ja, maar dat is uiteindelijk het leukste: het ja. klantencontact. Ja. Natuurlijk ontkomen die niet aan om uh, interne zaken op te pakken. Maar goed, daarvoor heb ik ook uh, een goede hulp. En dat is Rianne uh, als ja. office manager. En, en zie je dan die, die stijging, zeg maar. Hè? Zie je dat dan ook terug in de volgers die jullie hebben? Heb je daar ook ja. naar gekeken? Ja, die zijn uh, inderdaad ook, uh, ook uh, toegenomen. Uh, ja. ja, en soms stagneert het een beetje. En dan, uh, wat ik ook uh, doe, is Google Review. Oh ja. uh, dus daar zijn er ook, en ook daar hebben wij uh, klanten weer uitgehaald. Dus dat is wel heel uh, heel grappig hoe dat werkt. En je wordt gewoon meer zichtbaar. En bestaande klanten ook. Die uh, zeggen ook, goh, wat zijn jullie druk bezig en uh, leuke dingen aan het doen. Dus ja, ja, dat dat, dat event, is uh, gewoon uh, zo. Ja, ja, je kan ja. eigenlijk niet bij een klant komen of aan de telefoon ja. hebben. Of ze zeggen gewoon van Goh, uh, wat zijn jullie actief op social media? En ik zeg, nou, wat vind van Ja, ja, leuk uh, leuk om te zien dat jullie ja. zo bezig zijn. Dus... Uh, je, je straalt een bepaald enthousiasme uit. En ja. uh, dat vindt de klant toch heel erg leuk. Ja, dan kunnen willen ze bij je horen. Ja, hè? Dan precies. zijn ze trots ja. dat ze dat ook uh, daadwerkelijk ja, doen. Ja, ja. En als je kijkt, je vertelde net dat je best wat verschillende soorten berichten plaatst. Wat wordt nou wat is het meest populair? Waar wordt het meest op gereageerd? Of? Eigenlijk de, de, het meest bekeken en het uh, meest gelijked en dat soort dingen, dat zijn toch de achter de schermen. Ja, uh, uh, ja. dus de pers ja. echte persoonlijke dingen, ja. hè? nieuwe collega ja. of uh, dat we nieuwe klanten hebben, daar, daar wordt wel heel goed op gereageerd. Ja, ja. mensen liken mensen. Dat, uh, ja. dat is echt ja. zo. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. En je zei net, we willen doorgroeien naar 15 man. Uh, dat betekent waarschijnlijk aan de andere kant ook dat er een stukje uh, werving, wat niet heel gemakkelijk is, volgens mij in de branche. Dat dat er ook bij komt kijken. Welke rol speelt social media voor jullie daarin? Nou zeker, uh, wordt dat uh, geventileerd op social media dat we uh, op zoek zijn naar mensen. Maar ja, weet je wat het is? Uh, mensen van een accountantskantoor zijn doorgaans wat blauw hè, qua kleur. Uh, en uh, die hechten aan bepaalde zekerheid of vastigheid. Dus uh, assistent-accountants en accountants, ze zijn er. Alleen het is gewoon heel erg lastig om ze te bewegen, uh, te verplaatsen en te gaan solliciteren naar een ander kantoor. En dat is wat wij wel merken. En, uh, maar goed, ik, we hebben een paar uh, bureaus in de arm genomen. Uh, we zijn zelf uh, ook actief aan het kijken in ons eigen netwerk. En uh, nou, uh, het moet toch lukken, uh, lijkt mij, dat ik uh, dit jaar toch nog twee mensen erbij krijg. Ja. Uh, maar ik moet ook zeggen, uh, omdat we nou, ons het goed hebben gerealiseerd en dat we lekker bezig zijn, uh, hebben, hebben we momenteel ook twee interimers uh, rondlopen die ons helpen. Dus achter de schermen de dossiers voorbereiden. En dan de relatiebeheerder of de gevorderde assistent accountant, die dan verzorgt de dagelijkse contacten uh, bij de klant. Ja. En dat werkt prima. Ja, en, want, want hoe kijken jullie nu naar de, naar de komende tijd, zeg maar? Want jullie zijn nu een half jaar ongeveer bezig hè, met, mm -hmm. met het nieuwe project, ja. zeg maar. Hoe, hoe gaat het de komende tijd eruit zien? Uh, nou ja, alleen maar meer. Uh, we hebben nu uh, ook een uh, event gepland op ja. uh, 17 juni. En uh, wel voor onze klanten. En dat doen we samen met partners, want we gaan ook uh, samenwerkingen aan. Dus we zijn ondanks inderdaad met een subsidieclub uh, is bij ons aangeschoven. Ook om je klanten eigenlijk nog beter van dienst te zijn. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar cijfers. Uh, ja, bij een onderneming komt meer kijken dan alleen dat. Dus op die manier proberen we eigenlijk... Uh, toch nog, nog, nog ja, ook meer uit te breiden eigenlijk. En waar gaat dat evenement over? Uh, dat is eigenlijk... Uh, nou, dat uh, we hebben we met een advocatenkantoor... Uh, met een subsidieclub... en met een uh, salaris- en uh, personeelsclub. En uh, daar hebben we verschillende sessies uh, hebben we daarvoor. Dus dat mensen... Ja, gewoon eigenlijk hun vragen kwijt kunnen uh, om heel even kennis te maken ook inderdaad met een advocaat want ja ook daar is de drempel soms wel wat hoger voor een uh, MKB om binnen te stappen om iets te vragen dus eigenlijk op die manier om ze een, een, een mogelijkheid te geven om uh, ja, om daarmee kennis te maken. Dan uh... gaat het bijvoorbeeld in het geval van advocatenkantoor ook bijvoorbeeld over uh, het up-to-date uh, houden van je algemene voorwaarden. Of als je ze nog niet hebt, van nou uh, hoe kom je aan goede uh, algemene voorwaarden? Nou, subsidie, uh, over innovatiesubsidies uh, wordt er iets verteld. Uh, er wordt iets verteld over auto van de zaak, uh, HRM, uh, de, 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 de vrije dagen. Nee, dat lijkt heel simpel: van ik heb vrije dagen, maar je hebt natuurlijk. Um, uh, bovenwettelijke, ja, ik zeggen, <laughs> hoe heet dat weer, ja, bovenwettelijke vrije dagen en ja. uh, dus, uh, nou, daar wordt ook wat over verteld, nou en meer van zulke onderwerpen. En jullie, iedereen nodigt dan zijn eigen klant uit, dus dan is er de hoop op een beetje kruisbestuiving. Ja, dat Precies. is eigenlijk uh, ja, ook ja. tussen de partijen die je meedoen, want uh, uiteindelijk zijn het allemaal uh, relaties van ons. Yeah. Kenden zij elkaar ook nog niet, dus daar ontstaan nu ook hele leuke dingen. Ja. Yeah. Uh, en inderdaad ook, uh, ook uh, elkaars klanten. Ja. Uh, yeah. En qua tijdsbesteding, want uh, dat uh, wordt natuurlijk ook steeds meer. Lianne, jij bent ook maar één mens. Uh, ga jij ja. je volledig hierop uh, richten? Wat uh, uh, moeten we een beetje ons voorstellen, qua, als je dit wil gaan bereiken. Wat, wat kost dat qua tijd en waar gaat dat naartoe? Um, ja, ik doe, ja, ik doe het er nu iedere keer nog bij. Uh, en inderdaad, heb ik voor meer uren bijgetekend om het inderdaad wel allemaal rond uh, te krijgen. Um, dus ja, ik, uh, ja ik krijg er, er komt ook een aan, nieuwe collega. Dan. Ja, er ja. komt een collega mij ondersteunen uh, vanaf juli. En uh, dus die pakt dan wat meer de, de dagelijkse dingen, zodat ik... Kun je nog meer, meer vorm geven aan het uh, ja. hele concept, ja. zeg maar, wat ja. jullie voor ogen hebben. Ja, want wat is een beetje de gemiddelde tijdsbesteding van het afgelopen half jaar? Hè? Als er mensen luisteren en denken, joh, die heeft 20% erbij, dan doe mij dat ook maar. Maar <laughs> hoeveel <laughs> tijd moet ik vrijmaken? Ja, concreet. Ik heb de... Ja, goed. Uh, ik denk dat je anderhalve dag per week ermee bezig bent. Ja, zoiets. zoiets? Ja. Zo 16 uur per week, uh, 12 ja. tot 16 uur per week. Ja. Ja, ja. ja het, het, en de ene week wat meer dan de andere week. Dus ja, ja. nu met dat event, ja, dan heb je gewoon wel wat meer dingen te regelen en te plannen. En ook daar hebben we dus inderdaad een uh, social media campagne aan vastgehangen. Dat je toch uh, echt zichtbaar blijft en dat mensen uh, ja, dat je herkenning krijgt in wat je, wat je doet. Dus ja, dan ben je er iets meer tijd aan kwijt. Ja, maar goed, uh, straks is dat voorbij. Maar goed, dan bedenk ik weer wel, iets weer anders. anders en dan uh, <laughs> ben ik er ook weer druk mee. Yeah. Hey, je gaf in het begin aan: hè, jullie hebben hulp ingeschakeld toen je ermee ging starten. Ja. Uh, heb je daarmee ook de, zeg maar, de kaders gezet van dit willen we gaan doen, dit willen we aan content maken? Of heb je dat helemaal wel zelf verder ingevuld? Dat, dat hebben we eigenlijk zelf wel uh, ingevuld. Okay. Uh, dus ja. alle ideeën en, en, en vragen, ja, dat, is, dat is gewoon twee uurtjes zitten en toen hadden we de, uh, ja, de kalender vol voor het hele jaar. Want eigenlijk, in het begin denk je, ja, wat hebben wij nou eigenlijk te melden? Wat, ja. wat is nou interessant voor die, ja. voor, voor die ja. mensen? Maar als je dan eenmaal bezig bent, nou, dan heb je zoveel te vertellen. Ja. Dat is echt Je moet bizarre. het gewoon doen, hè? Niet, je moet niet het denken, doen. maar ja, doen. Ja, ja. Ook, niet voor, ook niet voor een ander denken. Nee, nee, of ze het, het interessant niet. vinden, want ze, ze filteren zelf wel uit ja, of ze iets willen lezen, of dat het relevant is voor hun, of... Uh, ja, dat is het mooie aan social media natuurlijk. Een ja. nieuwsbrief krijg je natuurlijk in je gezicht gedrukt. Ja. Ja, maar bij social media kies je zelf waar je, waar je op doorklikt. En ja. wat, je, wat je interessant vindt. Dus dat ja. is... Maar goed, die nieuwsbrief bij ons, dat is uiteindelijk wel een soort herhaling van wat Precies. op social media is ja. geplaatst. Ja. En als je dan ziet uh, vorige week de nieuwsbrief die uitgegaan is, wat voor wat erin staat. Ja, daar staat gewoon bordevol informatie en leuke berichten. En, ja, en uh, mooi ja, je kantoor. wordt er gewoon zelf enthousiast ja. van dat. Je denkt van goh, wat echt, er gebeurt al bij ons kantoor. En uh, ja, dat is gewoon leuk om te zien. Ja. Ja, wat ook altijd een mooi uitgangspunt is, wat, wat wij ook vaak doen, is dat je gewoon als, eer, als eerst al gaat opschrijven, wat zijn nou de vijf meest gestelde vragen van klanten als ze bellen of als ze bij je aan tafel zitten? Nou, als je dat een keer opschrijft, dan weet je in ieder geval dat er uh, interesse voor is en word je misschien wat minder vaak ervoor gebeld. Uh, hebben jullie dat ook zo gedaan? Nou, we hebben inderdaad wel uh, dat als wij iets tegenkomen in de praktijk, uh, dat we denken, uh, god, wat interessant kan zijn of iets wat je verbaast, dat je denkt, oké, okay, dit kan dus ook. Dat we daar dan denken, nou... Daar maken we een vraag bij en daar gaan we dan iets over schrijven. Ja. Ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Uh, nou, iemand die had een hoge de aan aanslag van de BTW? Ja, een suppletie aangifte ja. BTW moest er ingediend worden. En uh, nou, toen hebben we deze casus zeg maar, uh, geanonimiseerd en uh, verder uitgewerkt. Ah, ja, van goh, wat uh, let erop. Uh, en dat er ging in dit geval over het grootbekekensschema dat een aantal codes niet goed stonden. Uh, ja en dan kom je achteraf pas bij de jaarrekening uh, achter. Ja. Dus van, goh, uh, er moest nog uh, een groot bedrag aan uh, btw betaald worden. En dan leggen we eigenlijk uit, hoe kan, hoe, hoe kan dat komen? Ja. Wat, wat kan een oorkaart zijn? voorkomen? En ja, ja. vooral ja. dat, hoe kun je dat voorkomen? Zeg. Ja. Ja. Leer van de ander. Precies, ja. want die contentkalender uh, die we hebben gemaakt, ja, die is natuurlijk niet in beton gegoten. Uh, dus ja, uh, als we denken van, goh, we moeten nu iets anders doen, dan, dan schuiven we ja. dat gewoon om. Ja. En dat is wel het voordeel. Basis van actualiteit. Precies. En, uh, ja, precies. Ja. Maar ja. Ja. hebben wel een contentkalender echt gemaakt. Met onderwerpen Met onderwerpen. En dan staan we bij waar we het gaan delen. Welke uh, dus datum we? Datum het geplaatst wordt, welke foto erbij uh, komt. Dus er zit ook wel wat druk achter van nou, dan moet ik ja, wel bepaalde zeker. zaken... Ja, zeker. Ik heb voor mezelf een uh, goede land Dat werkt ook de Maar dat is ook denk ik met social media wel ja. heel belangrijk. Niet te snel opgeven. Gewoon blijven zaaien, Zo. blijven zaaien. En dan uh, komt er vanzelf wel uh, iets goeds uit of niet. En uh, al is het alleen al uh, de naamsbekendheid ja. dat die gewoon omhoog gaat. Ik denk dat het een goede benadering is hoor, wat jullie hebben. Want het is natuurlijk vaak in drukke periodes, dan vergeet je het. Of dan denk je, oh, wat moeten we nou weer? Nou, laat maar. Dus de kalender biedt houvast in ieder geval voor continuïteit. Maar dat je wel de flexibiliteit erin toevoegt van hey, als er iets in de wereld gebeurt of er komt opeens iets Precies. tussendoor. Dat is juist de mooie, de mooie afwisseling. En um, wat zijn jouw belangrijkste lessen die je hebt geleerd? Want je bent begonnen en inmiddels heb je volgens mij heel veel gedaan. Ja, nou ja, uh, lessen, uh, blijf enthousiast, uh, niet bang zijn. Al dat. Gewoon doen en uh, dan gaat het een keer mis. Nou ja, nieuwe ronde, nieuwe kant. Ja. Yeah. Um, en dat je, uh, ja, voor mezelf, de, dat ik schrijven, dus toch eigenlijk ook wel heel erg leuk vind. Ja, yeah, leuk. En, uh, ja dat het leuk is dat je mensen ook kan enthousiasmeren daarover. Want in het begin hebben we best gemerkt dat er wat weerstand was, ook bij ons kantoor. Binnen ons kantoor, ja, zeker. Waar kwam dat vandaan, kun je er iets meer over vertellen? Toch ook verandering eigenlijk. Het onbekende. Het onbekende. Waarom doen we het niet zoals we het altijd deden? Precies. En dan zijn het toch een beetje blauwe mensen. En dat is goed, accountants, die zijn heel gefocust en dat moet op een bepaalde manier. Uh, dat heb ik wat minder. Dus, dus dat, dat was wel spannend voor ze. En uh, nou dan had ik iets geplaatst. Oh, even liken, even delen. En ja, nou, uh, dat? moet dat? Ja. Uh, nou, moet heel dat? graag. Ja. Is het nou alweer? Ja, ja. is het nou alweer? Wordt het doen dan, dan het niet te veel? Te veel? Ja, het ja. er niet juist. te veel, hè? En maar denk, maar ja, het het te... Over Wat nagedacht? moet mijn netwerk dan? Ja, precies, wanneer ja. bereid je ja. de irritatiezone? Ja. Ja. Nou ja, die bereid je dus nooit nee. Nee. op social media. Want maar dat goed, we hebben dan dus, uh, ja. uh, uh, intern bij elkaar geroepen, heb ik dat uitgelegd hoe dat werkt. Dat zul je ongetwijfeld ook kennen. Uh, ja, dat sommige dingen gewoon wat vaker voorbij moeten komen... en dat er dan inderdaad echt iets in het brein gebeurt van mensen... Ja. en dat ze je ja. gaan herkennen. En, nou Daar goed. kun je weer feiten aan hangen en dat precies. helpt weer voor de blauwe mensen. Ja, ja. precies. Ja. Ja, dat, dat is wel hoe het is gegaan. En dan is het eigenlijk ook wel heel erg leuk om te zien... dat ze nu, uh, nou, uh, nu we dit uh, dan vandaag uh, hadden staan. Dan vinden ze dat toch allemaal wel heel erg leuk. Ja, ja. oké, ze dus zijn dus, wel omgedraaid. Ja, in de, in dus de de je merkt wel. Ja. In, nou ja, wij zijn allebei heel enthousiast. We vinden ja. het hartstikke leuk. Ja, zeker. En we pakken eigenlijk alles aan wat we, wat we ermee, uh, ja, wat we kunnen doen en wat er binnen ons bereik uh, ligt. Ja. Dus ja, dan doen ze ook. Uh, ja, ze beginnen wel steeds meer uh, mee te komen. Ze zien resultaat. Ja, ja dat is natuurlijk ja, nou, ook dus niet onbelangrijk. Wat, ja. <laughs> wat zou nou een tip zijn voor uh, een die dat nu luistert van? waar moet je nou mee beginnen? Je zei, we hebben iemand in de hand genomen. Wat, wat, wat is dat voor iemand geweest die jullie geholpen uh, heeft met de opstart? Nou ja, die, die eigenlijk ook uh, marketing uh, en, en, en op, op, sociaal, op social media uh, actief is. Uh, ja. Ook een heel groot netwerk heeft. En vooral van, ja, ik dacht, ik wil het allemaal wel, maar waar ga ik beginnen? En hij heeft eigenlijk inderdaad uh, gezorgd, oké, okay, uh, hoe het werkt, uh, waar, hoe Plaatje berichten, wat voor berichten maak je? Uh, wat hoe werkt LinkedIn? Ja, 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 tips. Ja, En, en, en ja. inderdaad die, die nieuwsbrieven, wij doen het dan via Hubspot. Oh ja. uh, had ik ook nog nooit van gehoord. Dus uh, ja, hoe werkt dat dan? Nou, samen dat account opgezet, uh, even wegwijzen, maar gewoon ja. eigenlijk, eigenlijk heel praktisch. Ja. En als je zelf een beetje, beetje ja, aanleg hebt, zin hebt, enthousiasme, <laughs> dan word je vanzelf, ga je steeds meer doen ja. en, en zie je het ook en pak je het ook op. En ook dat je ruimte krijgt, want uh, ja, uh, dat is ook belangrijk. Als, ja. als een werkgever niet uh, vindt dat het nodig is of denkt van nou, doe me rustig aan, dan remt het ook. Ik moet, ik. Jou, ik moet jou vooral loslaten, want dan komt het goed. Ja. Kijk, dat is mooi hè? Ja, 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 moet je dat even moet onthouden. Je, ja, ja. Ja. Maar die kans ja. moet je ook krijgen. Dus, uh, ja. Ja. Uh, vooral als iemand binnen de organisatie enthousiast is om dit te doen... Direct ervoor gaan. Uh, later ja. doen. Ja. ja. En het levert ja. dus ook echt wat op. Want voor jullie was het een beetje een sprong in het diepe. Van ja. hè, we gaan het proberen. Maar we, je weet ook steeds meer dat het wat oplevert. Dus dat is Precies. voor de luisteraar ja. misschien ook leuk om mee te nemen. Heb je nog wat praktische tips ook? Hoe vaak je moet posten per week? Heb je een paar dingen dat je denkt. Oh, dit heb ik geprobeerd. Werkt totaal niet. Of dit moet je echt doen? Uh, nou ja, wij, wij proberen eigenlijk. Dus inderdaad het informatieve en het, en het uh, uh, achter de schermen, uh, zeg ja. maar. Een gezonde afwisseling. Een gezonde hè. afwisseling. Ja. 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 En uh, de ene keer. Is het uh, nou ja, als er inderdaad uh, net zoals nu met uh, met de TVL, zeg maar, hè, wat wat dan extra voor starters komt, is? Ja, wat voor dat komt dan tussendoor? Ja, nou ja, dan heb ik in één keer uh, dat ik toch uh, in één week drie posts uh, doe. Nou ja, ja dat is dan gaan zo... zijn, uh, twee ja. keer per week dat. Twee we keer we dat per doen. week meestal. Ja, ik ja. 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 denk dat dat ook een beetje gezond is. Want jij zei, er is nooit een irritatiegrens op social media. Dat is helaas niet waar. Er zit zeker een irritatiegrens. <laughs> <Okay>. <laughs> maar niet als je twee keer in de week plaatst. Okay. Maar je hebt ook bedrijven of mensen die doen het tien per dag en dan ja. denk je, nou ik ben kan je hoofd nu wel een ja, beetje dan ben je het ja, ook kwijt ja. als volgen. Dan weet je niet ja. meer wat, wat er nou allemaal voorbij komt. Nee, is, precies. En dan denk je, nou, het is we wel, wel even rustig. Ja, 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 inderdaad. We hebben nu dan zeg maar, omdat we dat event hebben, dat is dan inderdaad twee keer per week dat we een adviseur hebben voorgesteld. Ja, en daarnaast hebben we dan inderdaad ook nog de andere dingen gedaan. Dus dan is het iets meer dan gebruikelijk. Maar goed, uh, voor de rest hebben we, Prima. we hebben nog geen mensen boos aan de telefoon. Nee, nee. Ja. <laughs> Zover zal het ook niet snel komen met twee of drie of vier nee, posts nee. in de week. En wat zijn een beetje de volgende stappen? Heb je een concreet idee van, nou, dat is iets wat we extra willen gaan oppakken nog. Het evenement is er natuurlijk nu, maar is er iets in de marketing, er is natuurlijk zoveel waarvan je zegt, nou. Ik, ik denk podcast. Ja dat, uh... nou, dat zou zomaar kunnen. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. 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 Um, nou, we zijn nu wel, uh, dat we ook, uh, nu is corona weer wat uh, stabiel, uh, willen we zometeen wel kijken of we inderdaad ook bij de klanten uh, een vlog ja. kunnen maken. Uh, die staat wel uh, hoog op mijn lijstje. Om inderdaad de klanten in beeld en nou hoe hoe werkt dat dan met een uh, accountantskantoor? Hè? Wat, wat betekenen wij voor hen? En oh, zijn wij ja. van toe weer dat kijken achter de schermen. dat ja, je ja. ook even... We ja. hebben best wel een leuke bedrijven uh, waar echt wat gebeurt. Bijvoorbeeld een meubelmakerij. Ja. Of een uh, handelaar in uh, surfplanken. Ja, dan is het wel heel erg grappig om daar eens even achter de schermen... en die magazijnen te laten zien of dat uh, hout bewerkt wordt. Dus, ja. uh, dus daar zitten we nu in. Ja. Dat is de volgende stap. De stap? Dus ja. dat zal naar de zomervakantie denk ik opgepakt worden. Leuk. Dan gaat het ook voor bestaande collega's meer leven. En ook weer voor die nieuwe collega's. Die gaan niet heel snel weg. Maar als ze ja. denken van hé, hey, dat is een leuk bedrijf. Daar ja. zit ik achter, kan ik achter de schermen kijken. Dan heb je al een iets beter idee van waar je eventueel naartoe zou gaan. Ja. En dan is het misschien een wat minder grote stap uh, om dat te doen. Ja, leuk. Nou, ik, uh, ik ben erg onder de indruk van jullie. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier zo enthousiast mee uh, aan de slag zijn. En uh, zoals ik jullie nu heb leren kennen, past dat ook goed bij jullie. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Je moet je ook online niet anders voordoen dan nee. dat je bent. Maar dat je het uh, juist gaat gebruiken om, uh, om een groter netwerk te bereiken. Ja. Heel erg leuk, ja. ja. Nou, dat vinden wij ook. Zijn we gelijk mee aan het einde gekomen, ook met dit compliment. Uh, aan het einde gekomen van de, van de podcast. Dank je, dank je. Ja. Heel veel leuk. succes. We gaan jullie dan. in de gaten houden. Uh, ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden als een luisteraar denkt, hé, hey, dat wil ik volgen uh, om even met jullie te connecten op LinkedIn of de pagina's te volgen, uh, doe dat vooral, laat je lekker inspireren ja. veel succes, en dank Dankjewel. jullie wel dank jullie wel dit was de vijftiende aflevering van Uurtje Factuurtje voor de volgende aflevering schrijft Maarten van Duin van Actan aan, om met ons te praten over zijn visie op innovatie in het moderne accountantskantoor tot dan